Hi. Ja, dit is Connie. Je bent op zoek naar mij. Oké, ik ben het Vondelpark. Het sneeuwt nog steeds in Amsterdam en in Nederland en in de wereld. Ik ben niet alleen, ik ben namelijk met Donnie. Hola! Donnie, die ken ik al best wel lang. En Donnie doet onder andere ook stylist. Yes. Ronde voor mij. Ja. Want anders loop ik gewoon naakt naar buiten. Want ik heb namelijk nooit een idee van fashion. Maar Donnie wel. Dus als ik dan weer iets nodig heb voor een draaidag ergens links, rechts, daar, dan is dat gelukkig altijd Donnie. Hi, hi. Laten we even zien wat je aan hebt. Oh, dit oude ding. Kijk nou. Wacht even, ja? Mooi. Kijk. Hola. Donnie, is het jaar 2021 goed begonnen? You got rid of the old news? Ja. Negatieve energie de deur uit? Negatieve vrienden, allemaal weg. I don't know her. Wie? Deze thee. De thee is de thee. Nee, je hebt heel goed. Je hebt een paar mensen gewoon uit je leven gekikt. Ja, maar dat was nodig. Het was nodig. Weet je, soms heb je gewoon van die mensen dat je denkt van, leuk dat je er was. Fijn dat je kon komen. Feestje is voorbij. Daar is de deur. En het is goed nieuws, want Donnie gaat werken bij Gucci. Alles Gucci. Alles is Gucci. Alles komt Gucci. Alles komt Gucci. 2021 wordt daar het jaar voor. En maar ook in de PC hoofdstad. Iemand moet het doen. Oh leuk, zullen we hier een drankje halen waar je net zoals bij de Efteling 5 kwartier moet wachten. Mijn god, de rij. Kijk, we zitten steeds te speculeren waar we dan willen wonen. Ik dacht dat ik dan naar boven ga wonen, op het dakterras. Maar jij wilt graag met de kerk, toch? Ja. Waarom? Ik weet het niet. You freaky. Ik ben niet freaky. Het is gewoon een kerk, het is dramatisch, hoge plafond. Ah, lekker koud, lekker fris. Wat is er hier bij je? Vieze zee. Op je knieën. Oh. Je wordt net gebeld, door wie? Door Gucci. Want? Of ik morgen even langs kan komen om even de contracten te ondertekenen, even de papieren te regelen. En of ik dan ook gelijk even tijd heb om even wat dingen te passen voor mijn uniform. Voor je werkkleding? Voor mijn werkkleding. Bitch! Ik denk gewoon een H&M'tje hoor. Kijk je gaan. Schat, wat moet, dat moet. Ik zag dus net dat hier een botox-kliniek zit. Daarboven. Nou, ik begin over 2 weken, dus misschien heb ik nog tijd om even een afspraak te maken. We hebben Versace, we hebben Hermes, we hebben Dior, La Boutin. En wie hebben we hier? Dit me. Ik heb serieus nog nooit in een van deze winkels hier in Rijnstraat geweest. Niet? Nee, dat heb ik daar te zoeken. Ik kan niet eens een panty kopen. Ik kan niet eens een gebruikte panty kopen. Maar er zit hier echt vast wel een winkel voor jou. De ethos. Volgens mij zit er wel een beetje pariëerd. Nee. Helemaal alles nog helemaal dicht door de rellen die, zullen we zeggen, bij het Museumplein waren. Ik heb ze gewoon dicht gelaten. Maar dit is dus gewoon je nieuwe woonkamer, deze straat. Het is moeilijk. Zullen we wel iets afspreken? Nee. Vertel. Ga je wel mij gelijk bellen mocht Connie Breukhoven in je winkel komen? Uit... mijn klanten kan ik je dat niet beloven. En voor mezelf. En voor mezelf. By the way, dat heb ik nog helemaal nooit in mijn vlog gedaan. Shocker. Ik heb ooit een vlog gemaakt dat ik in het Amstel Hotel samen met Charlotte bij een soort hele fancy Chanel party was ding. Ik doe nu even de Connie de schoonzoon na. Oh, kijk wat een lekkere macaron. Moet je nou kijken, Charlotte, lekker. Oh, Connie, neem je er nou 5? Connie Breukhoven zou er ook komen. Toen hebben we helemaal zoektocht gedaan. Maar ze was er niet. Ze was een... Spoiler alert, ze was er niet. Sorry. Maar Connie heeft wel gereageerd. En dat zie je hier. Hi. Ja, dit is Connie. Je bent op zoek naar mij. Ik ben erg hees. Ik ben een beetje ziekjes. En ik moet heel erg hoesten en zo en proesten. Maar ik dacht, ja, ik ga toch nog even inspreken. Ik vond het een geweldig leuk filmpje. Ik heb echt van je genoten voor het YouTube-kanaal. En ik vond het echt leuk. Ricardo en ik hebben ontzettend gelachen. Ricardo, laat je ja, op. Je hebt me lekker nagedaan, hoorde ik al, hè? Aardig goed, eerlijk gezegd. Dat echt goed gedaan. Het was echt heel erg leuk. Hey, cheers en veel succes met je YouTube-kanalen. En
Wijntjes, Silas. Nou, ik ging gillen. Het was hysterisch. Ik heb helemaal een beetje van bevroren mond meer naar kijken. Ik kan die onderlip. Dat is niet goed. Het is een gratis botox. Een soort van frostbite realness. Misschien zijn we net langs geweest. Moet je naar kijken. Ik heb zo'n koude mond. Mijn hele mond beweegt niet meer mee. Heb jij dat ook? Praat eens. Hallo. Nee! Kijk nou, die hele mond die loopt niet meer mee. Dit is echt heel gek. Hi. Spoiler, dit is... Ja, maar Donnie, dit is niet goed. Kijk die mond. We gaan zo naar binnen. We gaan zo iets warms drinken. Dit komt toch nog wel goed? Met jou of met je lip? Beide. Ja, tuurlijk. Oh, deze kan het ook helemaal hangen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.